YouTube, ik zit hier. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag, speciale video, man. We gaan mensen exposen. Het proces van Sanda Dia en hele de Reuzegom gebeuren. Is op zijn einde gekomen. De leden van de Vlaamse studentenclub Reuzegom, die uiteindelijk gewoon verantwoordelijk zijn voor de dood van Sanda Dia, hebben allemaal een gelijkaardige straf gekregen. Het varieert tussen geldboetes van 300 en 400 euro en werkstraffen tot 300 uur. Dat is insane. Dat betekent dat zij in principe gewonnen zijn. Dat betekent dat hun advocaten, die echt gehuurd zijn door hun ouders, want hun ouders zijn echt gewoon de elite van België, gewonnen zijn. Dat hun gelukt is om Sven-Marie te bieden. Ik heb al heel veel en een klein beetje info, maar ik heb hier shit gevonden. Insane. Dames en heren, welkom bij Ik ga iets doen wat de VRT en de VTM niet durft, omdat de ouders van de studenten van de Reuzegomclub allemaal grote pieten zijn. Rechters, grote advocaten, de grootste staalhandelaars, burgemeesters van grote steden, gouverneurs van hele provincies in België. Ja, de media is bang van hen. Ik niet. Haha! Ik ga 5 mensen uit Reuzegom kiezen. Een beetje info over hen geven. Verhaaltjes vertellen over hen. Vertellen hoe dark ze zijn. Wat ze nu doen. Waar ze nu zijn. En hoe het gaat in hun leven, man. Wat 400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Like. Deze Reuzegommers, zij kunnen er op de een of andere manier van afkomen. Zonder gepubliceerd te worden door de media. He. Niemand post hun gezegd. VRT had iets gezegd in de trend van. Het hoeft niet meer. Het is niet meer relevant. Dus let's go! Woehoe! Dan ga je niet te subben en te liken. Je weet nooit dat we naar XC3 gaan door deze video. Dus let's fucking go. Haha, nummer 1. Een baron. Donald de Vink, de Winnezele, aka Elio. Hij was zelf niet aanwezig bij de fatale doop, maar dat boeit eigenlijk niet. Want we gaan niet enkel kijken naar Reuzegom het jaar dat ze Sanda Dia gewoon gedood hebben. We gaan kijken naar het hele verhaal. Deze guy is voorzitter geweest van Reuzegom de jaren ervoor. Grotendeels door baron Donald de Vink. Want ja, hij is een baron. Insane. Is de doop zo gruwelijk geworden? Hij heeft iets toegevoegd eraan die ze eigenlijk elk jaar zijn blijven hanteren. En daarvoor vind ik eigenlijk dat beginnen dieren mishandelen in Reuzegom. Ik denk dat jullie het verhaal van de beggetjes wel kennen. Hij is met ideeën gekomen om de schachten. Dus dat zijn dus de leden van Reuzegom die nog in een oefenjaar zitten. Die hun eerst eens moeten bewijzen. Sanda Dia was dus ook een schacht. Hij is met ideeën gekomen om aan die schachten een beggetje te geven in het begin van het jaar. En die hou jij dan het hele jaar. Je moet heel het jaar goed zorgen voor jouw beggetje. Je moet die eigenlijk gewoon zien als je huisdier. En dan op de doop moet je die doodschieten, koken en volledig opeten. Zo ook met konijnen. Hij konijntjes aan iedereen gaf en dan mocht hij die heel jaar houden. En dan op je doop moest je die meenemen en doodwergen. Dat zijn zijn ding. Waarom Donald de Vink is met die crazy ID's gekomen, omdat je ijskoud moest zijn om te kunnen functioneren in een elite. You know. Vandaag de dag werkt hij als bestuurslid bij NVA. Hallo allemaal, mijn naam is Donald de Vink, intussen al 23 jaar oud. Momenteel loop ik stage bij de NVA in het Europese parlement en verder ben ik ook nog actief als deeltijds praktijkassistent aan het KU Leuven. Voor mij was het al sinds de puberteit duidelijk dat ik me wilde engageren in de politiek. Dames en heren, Donald de Vink ook. Het blijft maar komen. Donald raadde het ook aan en beseft dat dit waarschijnlijk een grote politiek gaan worden in het Europese parlement. Deze guy gaat echt bakken geld verdienen en betaald worden met ons belastingsgeld. Ah, love it. Hij was de eerste die met het idee kwam om gewoon alles te wissen en geen excusesbrief te sturen naar de ouders van Sanda, omdat ze zich anders te schuldig zouden maken aan de moord. Next. Oeh, mijn favoriet. Dit is Alexander Garmin, of Garmijn, a.k.a. Janker. Hij was de schachtentemmer. Dat betekent dus dat hij hele scenario's schreef voor de schachten. En dus eigenlijk heeft hij misschien wel ergens het meeste bloed aan zijn handen. Want hij heeft dus alles geschreven waaraan Sanda Dia uiteindelijk is doodgegaan. Hij is met heel het creatieve plan en het hele draaiboek gekomen. Deze guy is zo pussy dat hij gevlucht is naar Madrid, net nadat alles uitgekomen is. Makkelijk als je veel geld hebt, dat je gewoon kan zeggen van, hey, later Madrid. Hij is dus verkozen om schachtentemmer te worden, want zo werkt hij in studentenverenigingen. Je meldt je aan voor een postje en dan moet je daarvoor verkozen. Hij zei ook dingen als, het mag geen jaar worden, als in een PSO-schooltje, met een of andere allochtoon. Ik wil er volgend jaar echt een bruut jaar van maken. Met afzuipen op donderdag. Ik wil er geen bruut jaar van maken, maar een gestoord bruut jaar. Voor de elite die wij zijn. De jongen is eerder van een klein gestalte. Maar zacht, daar zijn in de wandelgangen al opmerkingen over gemaakt. Maar ook Napoleon en Castro waren klein. En zelfs onze goede Duitse vriend Adolf stak nauwelijks boven de grond uit. Nou god, hij is verkozen. Hij heeft gewonnen met deze speech. Hij was toen 20. Besef je dat? Hij was 20 toen hij met dit
plan gekomen is. Waarschijnlijk is hij zelf ook echt half in de reet geneukt tijdens zijn doop. En dacht hij van, yo, dit jaar, we gaan crazy gaan. En they did, man, insane. Teruggaan naar de tijd van Uno. Tegenwoordig al genoemd als de goede oude tijd. En het funny is, hij quote hier Uno. Uno is zo één van de mensen die nog nooit echt geëxposed is. Of die nog nooit ergens in de media gekomen is. Terwijl hij elke keer gerefereerd wordt als de schachtentemmer die het allervreedste was. Die de gekste shit heeft gedaan. En hij is nog nergens in de media gekomen. Daar ga ik voor zorgen. Dit was dus Janker, de schachtentemmer. Dit is Uno, Philippe de Geest. Hij is een van de oudere leden. Hij was ook niet aanwezig op de doop zelf. Maar hij was een van degenen die hem aanmoedigde om via WhatsApp nog verder te gaan. En Sandadia niet naar het ziekenhuis te brengen. Doordat hij niet aanwezig was, kon hij niet vervolgd worden. Maar hij heeft dus gezegd dat ze nog verder moesten gaan in de WhatsApp chat. En dat ze hem niet naar het ziekenhuis mochten brengen. Want anders kon alles voor reuzig om gedaan zijn. En hij had gelijk, man. Maar nu staat hij hier met zijn brede smile gewoon in een tandartspraktijk te werken. Hij was de schachtentemmer in een van de jaren ervoor. De goede oude tijd, zoals Janker zegt. En hij heeft zo echt het brute, het harde en het onmenselijke karakter naar de dopen gebracht. Dus eigenlijk is hij mede verantwoordelijk voor de dood en heeft hij ook bloed aan zijn handen. Maar deze guy heeft geen bloed aan zijn handen nu. Hij werkt gewoon in de tandartspraktijk. Hij is gewoon happy, living good. Gepassioneerd door zijn vak start Philippe deze nieuwe praktijk samen met collega Arne. Naast de algemene zorgen legt hij zich ook specifiek toe op het uitgebreide restauratieve esthetische tandheelkunde. Afgestudeerd aan de KU Leuven in 2018, zou deze guy maar naar je tanden laten checken. Heel deze website is al offline gehaald. Al zijn info is al gedelete. Maar hey, wij hier bij Acid Corps hebben toch een screenshot. Insane, hè? Dat je gewoon mee zou kunnen wegkomen omdat je tot de elite van België behoort. Stel je voor dat dit nu een studentenclub was waar dan niet iedereen de zoon van dokter of rechter of gouverneur of notaris was. Dan was dit helemaal anders afgelopen. Want dan hadden deze mensen allemaal niet het geld om de beste advocaten van België te kopen. En dan waren ze waarschijnlijk veel harder terechtgesteld. Maar nu zijn ze er een beetje door kunnen walsen. En dan kan je gewoon nog een tandartspraktijk starten. Nadat je hebt gezegd van, hey, niet naar het ziekenhuis brengen. Nee, doorgaan. Doorzetten. Anders breng je heel reuzig om in gevaar. Anders breng je heel mijn legacy als Uno in gevaar. Ook echt alweer een gezicht om op te kloppen. Allemaal is fout gegaan. Zaadje. A.K.A. Jeff Jonkers. De voorzitter van het jaar waarin alles fout gegaan is, a.k.a. Zaadje. Dus het moment dat het helemaal fout gaat op die doop, heeft hij door van holy shit. Ik ga verantwoordelijk gesteld worden, want ik ben in a way een beetje de baas van deze groep dit jaar. En ik heb dit kunnen laten gebeuren. Dus deze guy, ja, deze was in paniek. Hij was toen 21, zijn pa heeft een groot bedrijf die materiaal voor tandartspraktijk al levert. Het lijkt alsof daar hier wel een rode draad tussen zit van tanden. Hè? Tanden die ik eruit wil slaan bij Donald en Janker. En dan Uno die in een tandartspraktijk werkt of die zelf eentje gestart heeft. En dan de pa van de voorzitter die materiaal voor tandartsen levert. Hij had eigenlijk als allereerste door dat hij heel veel bloed aan zijn handen ging hebben. Dat kunnen we dan ook afleiden uit de WhatsApp gesprekken. Want hij was helemaal in paniek toen ze Sanda naar het ziekenhuis aan het brengen waren. Ze hebben nog even een paar uur gewacht, maar toen hadden ze door dat hij misschien wel aan doodgaan was. Dan moet je beseffen dat hij deel van hun hooggeneeskunde aan het studeren is. Ja. Niet door dat daar misschien wel echt iets fout aan het gaan was. Er is een anonieme getuigenis binnengekomen van een kandidaat schacht. Die eigenlijk na 5 minuten het al heeft opgegeven in Reuzegom. Omdat het gewoon te fucked was. Een anonieme getuigenis van een kandidaat schacht op de wervingsavond. Ziet D hem een vol blik bier tegen het hoofd van M gooien, een andere kandidaat schacht. Je mag niet zomaar schacht worden, je moet eerst goedgekeurd worden om... Het is echt fuck, man. Zijn oogkast zag blauw en zijn neus was gebroken, verklaarde D aan de politie. M heeft dat thuis verteld aan zijn vader en zij wilden een klacht indienen, maar A heeft hem kunnen overtuigen om dat niet te doen. Dat gebeurde via sms'jes. A stuurde onder meer: ik heb gehoord dat je aan uw ouders hebt gezegd dat je geslagen bent door Reus. Dat kan absoluut niet door de beugel. Je bent gewoon van onze trap gevallen. En dan slikken mensen dat gewoon omdat ze allemaal bang zijn van deze jonge elite people. Omdat als jij bij Reuzegom zat, dan ga jij gewoon een goede job hebben en meer dan 10.000 per maand pakken. Dat hele verhaal van dat blikje nu was dus de openingsavond van het nieuwe jaar. Waarna Zaadje, Jeff Jonkers, mail heeft gestuurd naar alle 57 leden van Reuzegom om te vieren dat de openingsavond een topsucces was. We waren getuigen van een van de brutste wervingen die onze club gekend heeft. Met als resultaat 3 man gestopt na 5 minuten werving. Een individu met beschadigd oogvlies. 3 Janetjes die na nog geen 5 minuten een aftocht kenden en een beschadigd oog. Kortom, een werving in stijl. Een werving die alleen de Reuzegom kan houden. Insane, what the fuck. Ja, goed, het jaar is doorgegaan en deze werving was zo'n succes. Dat Sandadia het niet overleefd heeft. Dit was mijn top 5
favoriete reuzenhammers. Als jullie een deel 2 willen, dan komt er een deel 2. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Al de love, al de fucking power. En tot de volgende keer, man. Yeah, check the bomb.